Goedemiddag, leuk dat je weer kijkt naar een vlog van golf.nl. We zijn vandaag op Bentwoud en daar gaan we eens even kijken naar de golfers in Nederland. Wat hebben ze allemaal in hun tas zitten? Ja, wat voor clubs hebben ze in hun tas? En we gaan ook zeker vragen van, wat mag een golfset nou eigenlijk kosten? Ja, altijd een hele gevoelige vraag natuurlijk. Hè? De Nederlander en het uitgeven van geld, hoe gevoelig ligt dat? Zeker als het gaat op golfgebied. Ja. Hey, reageer zelf ook even onder de video wat een golfset mag kosten. En blijf vooral even kijken, want aan het eind van deze video, zoals je van ons gewend bent, hebben we weer een mooie prijsvraag en kan je een mooie tas winnen. Dus zeker even blijven kijken. Soms zijn er wel eens tassen die gelijk in het oog springen. Deze prachtige tas van Pink, zwart-wit. Deze meneer, u bent de gelukkige eigenaar. Klopt, inderdaad. Ik neem aan dat u wel graag met goede spullen voor de dag komt. Dat klopt. Ja, ja, u heeft het nieuw gekocht? Ja, allemaal nieuw gekocht. Haal de kapper eens af. Ja, ik ben toch wel nieuwsgierig. Kijk eens. Mooie zwarte clubs. Ja, daar ben ik voor gevallen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja, absoluut. Ja. En wat mag dat voor jou kosten, een golfsetje? Deze rond 250 euro. Ja, en dat vond je wel meer dan genoeg? Ja, voor een beginnerset om te kijken of je het leuk vindt, golfen. Wat vindt u nou een schappelijke prijs? Hè? Dat verschilt per persoon, maar we zijn nieuwsgierig wat de golfer in Nederland uitgeeft aan de golfclubs. Jeetje, ik denk dat dit bij elkaar 11, 1200 heeft gekost. Ja. Dat vind ik ook wel mooi bedrag. Ja. En hoe lang doet u daar dan mee? Nou, volgens mijn partner moet ik daar de rest van mijn leven mee doen. Ja, ik denk een seizoen of 2, 3 denk ik. We hebben een mooie tas weer gevonden, Niels. Een prachtige set. Kijk toch eens. Met mooie headcovers. Vertel, wat is het verhaal achter deze clubs? Hoe heb je ze uitgekozen, gekocht, tweedehands, nieuw? Nee, die heb ik. Ik ben nu 4 aan het golven. Na een jaartje golf heb ik gezegd van joh, ik wil wat meer. En toen heb ik ben ik bij Hans Lemmens terechtgekomen in Amsterdam. En die heeft me deze set aangemeten. Echt gefit. Hè? Ja, helemaal zoals gefit. Zoals het hoort eigenlijk. Zoals het hoort, waar je het meest aan hebt. Ja. En heeft u een blanco cheque neergelegd? Of zat er nog wel richtlijn aan? Nee, mijn partner heeft het betaald. Dus het was een kerstcadeau. Dus ja, het was een blanco cheque. Je hebt een hele mooie set hier. Is die nieuw gekocht? Ja. Waarom nieuw en niet tweedehands? Ik had eerst een tweedehands. En toen op een gegeven moment dacht ik van nou, nu koop ik een nieuwe. Wat zit er onder de kappen deze meneer? Kijk eens aan. Een ping setje vanuit internet, vanuit Engeland. Ja, deze is van mijn vrouw, die hoort er eigenlijk niet tussen. Vanuit Engeland? Ik heb het zo via internet gekocht en die golfleden zei eerst van ja, maar daar kan je niet meer spelen, moeilijke club. En dan weer wel een prachtig setje voor 150 euro. Okay. En nou, ik ben er heel blij mee. De vraag die we aan iedereen stellen, wat mag een golfsetje kosten wat jou betreft? Nou, toen ik begon aan het fitten had ik een hele andere prijs in gedachten. Ik van nou, voor 1500 euro wil ik wel klaar zijn. Maar dat is niet realistisch. Je moet toch wel. Dat heb ik een paar jaar geleden, toen kon je nog voor 170 euro per club een club kopen. En dat is nog 150, 200 euro per club, dat ben je gewoon kwijt als je het laat fitten. Dat, dat heb ik gewoon geaccepteerd. Het is gewoon een keuze maken tussen golfplezier voor een heleboel jaren of aan het begin de hand op de knip houden. Dus ik heb golfplezier gekozen. Oké, okay, nou we hebben hier dus niet te maken met een zuinige Hollander, Niels, denk ik. Gewoon iemand die investeert. Het is toch mooi om te zien, hè? Het seizoen begint weer. Hoop golfers op de baan. Ja. Ja, het is, dit zijn ook de omstandigheden. Wel moeilijk, denk ik hoor, vandaag met al die wind hier. Het is vrij open hier op Bentwoud. Behoorlijk, behoorlijk. En we vragen aan de mensen hier, hoe kom je aan je golfspullen? Hoe kom je aan deze set? Nou eerlijk, ik ben net begonnen en dit is de oude set van mijn schoonvader. Ah, oké. Van de schoonfamilie? Van de schoonfamilie. Dus je hebt eigenlijk geen idee wat het is of hoe lang speel je al? Nee, ik speel nu, wat is het, denk ik een maandje of 4. Ja. En ik heb er vorige week nog één verloren, die ging dwars door midden. Maar, dus de 7 mist. Okay. Maar de rest is als het goed is compleet. Hier zien we weer een nieuwe tas. Met een half setje erin zo te zien. Dat klopt. Ja. Ja. Vertel. Ja, hoe kom je aan deze clubs? Allemaal pageltjes meegenomen. Nee, dat valt wel mee. Dus gewoon een beginnerset. Ja. Vorig jaar april mijn GVB gehaald. En toen dacht ik van laat ik gewoon met wat normale spulletjes beginnen. Ja. Een beginnersetje. En veel lessen nemen in plaats van meteen mijn geld te spenderen aan een hele spliffy set. Ik ben anderhalf jaar geleden begonnen met golven, toen heb ik een beginnersetje gekocht. Toen zei die meneer van daar kan je wel een jaar of 3 mee vooruit. Ja. Nou, dat lukt een jaar, maar ik had misschien wel voor 3 jaar gegolfd hoor, dat wel. Okay. En toen vond ik het een beetje lomp worden, dus ik wilde wat meer gevoel hebben. Dus toen heb ik een fitting gedaan en heb ik deze. Okay, maar je bent dus echt, je bent verslingerd geraakt aan golf. Ja, ja, ja. En heb je dan ook nog bekeken van oké, ik wil dit uitgeven? Of heb je gezegd, ik leg een blanco check neer en vul die tas maar? Ja, die luxe heb ik wel. Heerlijk, hè? Ja. En wat heeft het opgeleverd? Handicap 26.
Nou, we hebben hier weer een hele mooie set gevonden. Prachtig, helemaal compleet, van deze meneer. Goedendag. Hallo. Hoi. Nou ja, en dan een logische vervolgvraag is, hoe heb je deze set aangeschaft? Wat is het verhaal achter deze set? Het verhaal achter de set is eigenlijk niet heel spectaculair. Dat is ergens op Golfbidden gewoon een setje gekocht. Nadat ik een paar keer eerder een andere set had gekocht online. En deze valt prima. Dus een beetje vergevingsgezind. Staal, lekker zwaar. Ja. Niks bijzonders. Wat mag het kosten wat jou betreft? Een golfset? Alleen de ijzers. Ja, bijvoorbeeld? Ja, 5, 6, 700 euro. Ja. En wat vind je nou een redelijke prijs voor een golfset? Wat mag dat nou kosten? Alleen de ijzers? Ja? Die heb ik geloof 900 euro voor betaald. En dat vond je dat is veel geld? Vind je dat ik vind het wel een behoorlijk hoeveelheid geld, maar ik vind het dubbel en dwars waard. Ik heb er heel veel plezier van. Je schappelijke prijs, ja, voor mij als single handicapper denk ik dat het wel wat meer budget zou uittrekken. Misschien ja. Wel 1500 plus of zo. Ja, ja. Zou ik niet onredelijk vinden. Nee, oké, dat zou je er zelf ook wel aan uitgeven. Ja. Ja. En een nieuwe driver tegenwoordig, betaal je al snel 500-600 euro. Is dat iets waarvan je zegt van nou... Ja, nee, ik ben niet zo'n idioot die alle laatste snufjes en alle nieuwtjes wil hebben. Nee, ik koop het model van een jaar daarvoor. Ja. Ik ben voor 200-300 euro weer klaar. Ja, hier staat weer een hele mooie set. Volgens mij helemaal compleet van deze meneer. En die ziet er ook uit als een hele goede golfer. Is dat ook zo? Dat valt op mij. Ja, Ja, valt op mij. Ik zie wel heel veel mooie spullen. Maakt het uit wat het kost? Of zeg je van, voor ik verdien het beste, ik moet het beste? Ja, zoals jij het zegt. Ik vind het nieuwe spul altijd leuk. Ja. Ja. Wij ook. Als je golf leuk vindt, dan besteed je er wat geld aan. En dat maakt mij niet zo uit. Dus ik vind het wel tof. Nou, dat is een interessante dag. Leuk om te horen hoe mensen denken over hun spulletjes. Hè? Met waar ze mee spelen, hoe lang ze het hebben en ook hoe ze er aankomen. Dat is toch wel de Nederlandse mentaliteit van het zorgzaam omgaan met geld. Zie je ook en hoor je ook hier terug. Ja, zeker. Sommige mensen kopen direct een hele nieuwe set. Anderen gaan echt club voor club kijken wat ze nodig hebben in de tas. Tweedehands, wat duurder. Ik heb heel veel nieuwe merken gezien, of grote merken die normaal wat duurder zijn. Ja. Maar ook wel andere, wat goedkopere merken. Dus, Heel interessant. Maar wij hebben ook nog een leuke prijsvraag daarbij bedacht. Want ja, je kijkt natuurlijk niet voor niets naar onze vlogs. Ja, wat je in ieder geval moet doen is even liken en natuurlijk ook even abonneren op ons YouTube kanaal. We hebben een mooie prijsvraag. Wat wij willen weten van jullie is, welke club in jouw tas ga jij vervangen dit jaar om beter te golven? Ja. En de leukste reactie, die pakken we eruit en die krijgt dan een mooie cardback waar je die mooie clubs dan weer in kan doen. Nou. Mooi toch, hè? Mooie oplossing erbij bedacht dan. Ja, Niels, dankjewel. Ja, hartstikke goed. Nou, tot wij gaan weer. Zullen wij ook even gaan shoppen? Even shoppen, maar ook spelen met dit weer. Even shoppen spelen. En spelen.